Welkom allemaal. We hebben dus het genoegen, ik zou ook kunnen zeggen de eer, Bert de Munk te gast te hebben. Ik herhaal vlug eens wie Bert de Munk is. Hij is dus historicus. Hij is gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Hij doseert daar geschiedenis van de nieuwe tijd, theorie van de historische kennis en science and society. Hij blijkt ook een historicus te zijn met een uitgesproken sociologisch interessegebied, of meerdere gebieden. Zo is hij dus lid van het Centrum voor Staatsgeschiedenis in Antwerpen. Hij is ook directeur van de Urban Studies Institute. En dat is een platform, van zover ik kan nagaan, een platform. En een laboratorium voor interdisciplinair onderzoek en onderwijs rond steden, stedelijke ontwikkeling en stedelijke uitdagingen. En dat platform en laboratorium doet onder andere ook aan dienstverlening rond stedelijke ontwikkeling en beleid. En Bert is een gezien columnschrijver en een geziene gast bij discussiepanels. Het webinar gaat dus over de COVID-epidemie, maar in een historisch perspectief gezet. Het thema eigenlijk gaat het over de evolutie van technocratische en biopolitieke aanpak in politiek. Dat heeft een lange geschiedenis, maar in onze tijd is het toch wel zo dat wetenschappers en experts steeds belangrijker blijken te worden bij het bepalen van het beleid. Nochtans zijn daar toch grenzen aan het vermogen van technologieën om problemen van deze tijd op te lossen. En de pandemie toonde trouwens heel duidelijk aan dat technocratische oplossingen, zeg maar, vaak juist deel zijn van het probleem. En bijvoorbeeld, die komen natuurlijk in conflict met onze fundamentele rechten en vrijheden. En het blijkt dus heel duidelijk ook dat er dringend nood is aan reflectie over de zin van het leven of over onze verhouding tot de natuur op zijn minst en dergelijke meer. Mij treft het hier dus dat het gaat over biopolitiek. Dat is een interessant begrip. Ik moet eerlijk zeggen, voor mij was het niet echt een begrip tot nu toe, maar kijk. Dus het schijnt afkomstig te zijn van Michel Foucault, de 20e-eeuwse Franse filosoof. Het zou gaan dus over hoe overheden in het neoliberalisme eigenlijk het leven sturen in de vorm van gezondheidszorg. Je kan het eigenlijk al afleiden uit de 18e-eeuwse politieke economie. Maar de moderne natiestaat die wendt biopolitiek aan om de bevolking meer bestuurbaar te maken. Dus dat belooft helemaal, ongetwijfeld wordt dat een blikverruimer. En ik denk wie in democratie gelooft en er zich actief voor inzet, kan eigenlijk nooit genoeg weten wat er allemaal mee samenhangt. Bert, ik geef u heel graag het woord. Wij leren hier heel graag meer over. Dank u wel. Bedankt om je uit te nodigen. En bedankt al voor de heel goede inleiding ook, want je hebt de kern van mijn verhaal al heel goed gebracht. Oké. Dus dit is de titel is al aangekondigd. COVID-19 een beetje als een historische gebeurtenis schetsen is een beetje de bedoeling. En dan onderliggend het verhaal brengen van hoe in mijn ogen het biopolitieke denken, ik ga proberen uitleggen wat dat dan is, toch een aantal democratische verworvenheden bedreigt in mijn ogen. En ik ga beginnen met wat cijfers, op het gevaar af jullie te vervelen, maar sinds maart vorig jaar draaien toch heel veel discussies over cijfers en over de interpretatie daarvan. Cijfers die wel robuust zijn, namelijk de oversterftecijfers. En die tonen aan dat het virus SARS-CoV-2 in ieder geval wel degelijk een bijzonder venijnig en hardnekkig virus is. Het tabelletje links is gebaseerd op gegevens van Stadbel en toont aan dat er wellicht ruim 17.000 mensen extra zijn gestorven in 2020. De bruto sterfte, dat is ook iets heel objectiverend, zeg maar, dat is het aantal overledenen aan eender welke oorzaak, het totale aantal overledenen in een jaar gedeeld door het aantal inwoners op 1 januari van dat jaar. En die bruto sterfte die sprong van minder dan 10 overlijdens per 1000 inwoners naar meer dan 11 in 2020. Dat is een stijging van ongeveer 16%
ten opzichte van het gemiddelde in 2017 tot 2019. Dus dat is niet niks, denk ik. Niet te meer dat er wellicht door de maatregelen ook nog overlijden zijn voorkomen en het ook nog erger had kunnen zijn. Hoeveel overlijdens er voorkomen zijn, daarover kan je op dit ogenblik in mijn ogen ook geen uitsluitsel geven. Maar zo op het eerste gezicht lijken deze cijfers alleszins strenge lockdownmaatregelen automatisch te rechtvaardigen. En toch zal ik in de volgende 40 minuten proberen uit te leggen waarom dat in mijn ogen niet, of althans toch niet noodzakelijk, het geval is. In mijn ogen verklaren deze cijfers op zich niet zo heel veel en moeten we ook andere verklaringen en andere dimensies in beeld brengen om te begrijpen wat er ons in 2020 precies is overkomen. Dus laat mij om te beginnen voor mijn historisch perspectief de cijfers even in een historisch perspectief plaatsen. In de loop van het jaar is COVID-19 heel vaak ook door historici vergeleken met de zogenaamde Spaanse griep, die vlak na Wereldoorlog 1 heeft huisgehouden. Maar dat is toch al een beetje overdreven. Ik heb een grafiek meegebracht die vaak op sociale media heeft gecirculeerd, onder meer omdat die over Zweden gaat. Je weet dat Zweden een minder strikt lockdownbeleid heeft gevoerd. En daardoor sluit je de strenge maatregelen, of de impact van de strenge maatregelen al een beetje uit met die vergelijking. En voor een goed begrip, deze grafiek komt niet uit een gepeer-reviewde publicatie. Dus ik moet daar wel voorzichtig mee zijn als wetenschapper. Maar die gegevens zijn heel eenvoudig te controleren. Zweden noteert sinds halfweg de 19e eeuw al het totale aantal doden per maand. En die gegevens zijn net zoals het totale aantal inwoners van Zweden elk jaar, zijn die openbaar raadpleegbaar. Dus dat is een grafiek die heel gemakkelijk is te construeren. Het punt is natuurlijk dat de vergelijking met de Spaanse griep in mijn ogen niet opgaat. De pandemie in 1918-1919, die doodde tussen de 1 en de 5% van de bevolking. Tussen de 1 en de 5%. Je moet het in volle percenten rekenen. En bij COVID-19 op wereldschaal zitten we nog altijd aan 0,04%. Rond 0,04%. In België is het wel 0,25%, maar België is natuurlijk een van de hardst getroffen landen. Dus het punt dat ik hier wil maken is dat COVID-19 eigenlijk veel meer in de lijn ligt van pandemieën, weliswaar ook ernstige pandemieën, van na Wereldoorlog 2. Dan maken deze grafieken duidelijk. Ook dit komt weer niet uit een gepeer-reviewde publicatie, maar dat is evenzeer heel gemakkelijk te controleren. Het zijn dezelfde soort cijfers. Ik heb er opnieuw even Zweden bij gestopt om het wat in perspectief te brengen. Maar om bij ons land te blijven, de piek helemaal rechts bovenaan, 1329 overlijdens, rechts bovenaan, is april 2020. Dus de eerste golf, dat capteert de eerste golf bij ons, zeg maar. En die is perfect vergelijkbaar met de piek links op dezelfde grafiek. En daar zie je wel, denk ik, dat het 1989 is. Dat is december 1989. Een maand die de meeste van ons zich wellicht niet meer herinneren. Je vindt er wel krantenartikels over terug. Dat was dus een heel ernstige griepmaand. Daar vind je krantenartikels over terug, waarin staat dat de griep op dat ogenblik lelijk huishoudt en de ziekenhuizen serieus onder druk zet. Maar het was geen dagelijks voorpagina nieuws, zoals dat nu wel het geval is. Dus om een lang verhaal kort te maken, COVID-19 is qua impact volgens mij vergelijkbaar met onder andere de zogenaamde Aziatische griep. Die heeft in 1957-58 huisgehouden. En de Hongkong-griep of de Mao-griep van 1968-69. En die maakte ruw geschat 1 miljoen doden op een bevolking van 3,5 miljard. En dat geeft cijfers die in verhouding tot de bevolking vergelijkbaar zijn met 2020-2021. Dus dat om de cijfers al een beetje in perspectief te brengen. En waarom sta ik daar zo lang bij stil? Wel, voor mij is nog altijd de vraag gerechtvaardigd. Waarom worden nu wel
onze meest fundamentele vrijheden en rechten opgeschort? En vonden we dat enkele decennia geleden nog niet nodig? Wat is er veranderd? Dat is de vraag die ik mij stel. En dat komt dan neer, denk ik, op de vraag ook, hoe is onze omgang met ziekte en dood veranderd doorheen de geschiedenis? En dat zijn de vragen die ik het volgende half uur zal proberen te beantwoorden. Ik zal ze voor een stuk zoeken in de geschiedenis. Meer bepaald de geschiedenis. Ik heb het hier in vet geplaatst. De geschiedenis van de driehoeksverhouding mens, wetenschap en beleid. Daar gaat het mij om. Dus eerst daar iets over. Er is veel te doen geweest natuurlijk rond de vraag of we nu overdreven angstig op het virus reageren of niet. Daar hebben we heel veel discussies. Denk aan de stukken van Matthias de Smet. Daar zijn heel veel discussies over geweest. En ik wil dat debat hier niet ten gronde voeren, maar afgaande op populaire films en series kan je eigenlijk niet anders dan vaststellen dat we toch een beetje in angstige tijden leven, vind ik. In films en in Netflix-series is de wereld als het ware voortdurend aan het vergaan. En belangrijk voor ons vandaag is dat het gevaar heel vaak in dat soort films en series van virussen komt. Virussen zijn als het ware overal. En de hoofdrol is wellicht weggelegd voor Contagion, waarvan je hier links de affiche ziet. Het is een film uit 2011 die verbeeldt wat er gebeurt als, let op, een dodelijk virus vanuit China de wereld verovert en leidt tot massale chaos, terwijl epidemiologen een race voeren tegen de tijd om een vaccin te vinden. De gelijkenissen met wat er in 2020 is gebeurd en 2021 nog altijd aan het gebeuren is, zijn door commentatoren griezelig genoemd en akelig. En ik zou zo nog een tijdje kunnen doorgaan, maar ik denk dat dit volstaat om aan te tonen dat het virus SARS-CoV-2 is aangekomen in een klimaat, een cultureel klimaat, waarin we sowieso al een beetje geobsedeerd waren door virussen. En het paradoxale is dat die angst lijkt toe te nemen naarmate we virussen en andere ziektemakers overwinnen. Want dat is wat in de geschiedenis is gebeurd. Tot een eind in de 20e eeuw werden veruit de meeste overlijdens veroorzaakt door infectieziekten. We kennen allemaal de verwoestende impact van de builenpest, wellicht uit de geschiedenisboeken, en de pokken. Maar dat is eigenlijk zelfs maar het topje van de ijsberg. De mate waarin mensen vroegtijdig stierven aan besmetting met bacteriën en virussen was ook in de 19e eeuw nog hoger dan we ons vandaag maar kunnen voorstellen. In de tweede helft van de 19e eeuw was ruwweg 60% van de overlijdens toe te schrijven aan infectieziekten. En vooral in de eerste helft van de 20e eeuw veranderde dit. En dat was mede te danken aan wetenschappelijke inzichten ontstaan in de tweede helft van de 19e eeuw. En ondertussen werden vaccins ontwikkeld, onder meer voor hondsdolheid. En in de jaren 20 van de 20e eeuw werd penicilline, de werking van penicilline, ontdekt. Dus dat is het eerste algemeen toepasbare antibioticum. Dat was eveneens een grote doorbraak. En op zich veranderen deze ontwikkelingen misschien niet zoveel, maar ze gingen gepaard met de introductie van hygiënische en sanitaire maatregelen die wel alles bij elkaar een grote impact hebben gehad op de gezondheid van de bevolking. De introductie van riolering en stromend water hebben heel veel verschil gemaakt op lange termijn. Samen met een brede bewustwording van het belang van hygiëne en sanitaire maatregelen. En op lange termijn was het resultaat spectaculair. Halfweg de 19e eeuw was de levensverwachting circa 40 jaar. Gemiddeld werden mensen circa 40 jaar. En vandaag ligt dat rond de 80 jaar, zoals de meesten wel weten. En dat succes is helemaal of in heel grote mate te danken aan het terugdringen van infectieziekten. In de literatuur wordt dat dan de epidemiologische transitie genoemd. En nu sterven we overwegend aan andere ziekten, hart- en vaatziekten, welvaartziekten, kanker enzovoort. Dus dat wordt de epidemiologische transitie genoemd.
En het gevolg is een stijging van de levensverwachting voor een groot stuk ten gevolge van het terugdringen van de kindersterfte. Kinderen sterven nu in veel, veel mindere mate aan infecties. De laatste decennia sterven nog maximaal 10-15% aan infectieziekten. 10% van de mensen aan infectieziekten, maar dat zijn dan vooral ouderen. Veel minder kinderen en jonge mensen. En deze grafiek die illustreert dan in één oogopslag hoe lelijk infectieziekten zoals tyfus en cholera konden huishouden. Je ziet dat zelfs de Spaanse griep, rechts op de grafiek, 1918 influenza zie je staan, dat is de befaamde Spaanse griep. Zelfs die Spaanse griep is klein bier, vergeleken met de ravages die bacillen konden aanrichten in de 19e eeuw. Dysenterie, pokken en cholera zorgen voor hoge pieken. Dit zijn gegevens over New York, maar in ons land was het niet veel anders. In de zomer van 1849 stierven er meer dan 1000 mensen alleen al in het Sint-Elisabeth-gasthuis in Antwerpen aan cholera. En in totaal telde België toen meer dan 23.000 doden door de cholera-epidemie op een bevolking van ongeveer 5 miljoen mensen, dus de helft van vandaag. Dus dit allemaal om duidelijk te maken dat de medische wetenschap succes heeft geboekt en dat we dus eigenlijk in zekere zin minder schrik zouden moeten hebben van virussen en niet meer. Maar die successen komen met een grote maar. Wellicht zaten sommigen al een beetje te wachten op de maar in mijn verhaal. Wel, hier is hij. En die heeft te maken met het tweede punt in mijn verhaal. Ik heb gezegd dat ik het vooral zou hebben over de relatie tussen mens, wetenschap en beleid. En de maar is dat de wetenschap en het beleid dat er zich op baseert, van bij aanvang ook, een zeer moraliserende keerzijde heeft gehad. En eigenlijk al van bij aanvang een beetje op schrik was gebaseerd. Zij dan niet alleen schrik van virussen, maar ook schrik van wat je de ander zou kunnen noemen. Dat wordt zelfs duidelijk wie die ander dan is. Sanitaire en hygiënische ingrepen, die waren van bij aanvang deel van een nieuwe soort bestuursvorm waarin bepaalde sociale groepen ook moesten worden gedisciplineerd. Hygiënisten en dokters die gingen steeds meer op het beleid wegen in die periode. De wetenschap werd belangrijker, hygiënisten werden belangrijker, dokters werden belangrijker. Maar dat betekende ook dat die mensen steeds meer op het dagelijkse leven van mensen gingen ingrijpen. En op de omgang van mensen met hun eigen lichaam. En op lange termijn is dat heel ingrijpend geweest. Er kwamen voedselinspecties, gezondheidsinspecties, schoolinspecties en instructieboekjes, zoals je hier links eentje ziet afgebeeld. Allemaal heel belangrijke dingen vanuit wetenschappelijk oogpunt, maar ze zijn ook allemaal in zekere zin gebaseerd op de idee in die periode dat een aantal hoger opgeleide mensen weten wat goed is voor lager opgeleide mensen. Die de wetenschap niet kennen, niet begrijpen. En die op basis van die idee de lager opgeleide mensen gingen disciplineren. Er werden in toenemende mate regels opgelegd en regels afgedwongen. En in toenemende mate werd erbij in de private ruimte ingegrepen van groepen die moesten worden gedisciplineerd. Tot en met huisbezoeken. In de 19e eeuw werden daar zelfs huisbezoeken aangekoppeld. Het is dus geen... Het centrale punt van deze slide, denk ik, het is geen neutraal en onschuldig proces. Het hangt samen met angst voor wat in de 19e eeuw de gevaarlijke klassen werd genoemd. Les classes dangereux, the dangerous classes. Dat werd echt letterlijk als term gebruikt. Daar hield het verband mee. Als ook met het proces waarin de gegoede klassen, dat is ook een proces dat je in diezelfde periode kan aanwijzen, waarin de gegoede klassen steeds meer afgescheiden ging wonen van de lagere sociale groepen, van de arbeidende klasse, die in minder goede hygiënische omstandigheden leefden en die zich minder hielden aan hygiënische maatregelen, zoals de middenklasse en de hogere klasse die ontwikkelden. En dat brengt mij bij de kern van mijn verhaal vandaag, denk ik. Wat hier ontstaat, is een beleid dat steeds meer wordt aangestuurd door de wetenschap, de medische wetenschap in het bijzonder,
Vandaag is het zover gekomen dat de regering als het ware dus toestemming moet krijgen van medische experts om scholen te openen of om cafés toe te staan om te openen. Experts moeten daar als het ware hun fiat voor geven. En wij vinden dat normaal. Maar die wetenschap is natuurlijk gebaseerd op een bepaalde mentaliteit. Het is gebaseerd op een specifiek denken over het leven en over de mens en over de relatie tussen mens en natuur. Dat zijn ook dingen die de wetenschap eigenlijk gaat definiëren. En in mijn ogen is dat proces het beste beschreven door de man die Guido in de inleiding al heeft genoemd en die je hier afgebeeld ziet, namelijk Michel Foucault. Foucault is een beetje een tragische figuur in dit verband, omdat hij zelf vroeg is gestorven aan een nieuw virus, namelijk HIV. Foucault was actief in de homo-scène in de jaren 80 en is in 1984 op amper 58-jarige leeftijd gestorven aan AIDS. Maar Foucault was vooral een briljant denker in mijn ogen, die geschiedenis heeft gekoppeld aan filosofie en aan politiek denken en aan politieke mechanismen. En hij is belangrijk in deze context omdat hij het concept, dat ook al is aangekondigd, het concept biopolitiek heeft geëikt. En hij verwees met die term naar een vorm van bestuur gericht op de gezondheid van de bevolking en aangestuurd door experts. Meer specifiek gaat het eigenlijk om een bestuur gericht op de mens als soort. Maar tegelijkertijd wortelt het ook in een heel economische manier van denken. Dat is belangrijk dat biologische en dat economische eigenlijk sterk aan elkaar gekoppeld zijn. En zoals ook een beetje aangekondigd al in de inleiding, moet de oorsprong daarvan volgens Foucault worden gezocht in de 18e eeuw, waarin verlichte denkers, zoals de Schotse econoom Adam Smith. Adam Smith is een beetje de godfather, de grondlegger van het moderne economische denken. En denkers zoals Adam Smith hadden de neiging om de mens te reduceren tot een productieve kracht. Een productiefactor, als het ware. En dat was verbonden met die geheel nieuwe bestuursmentaliteit die daar ontstaat. Van de 18e eeuw af gingen vorsten bijvoorbeeld hun beslissingen steeds meer baseren op statistische, demografische en economische gegevens. Wat we vandaag data noemen. En dat waren dan bevolkingsaantallen bijvoorbeeld, of gegevens over levensverwachting, maar ook economische output. En die gegevens die drukten niet uit hoe gezond of hoe welvarend een individu was, maar die drukten uit hoe gezond en welvarend de staat was. De natie. Het ging in een titel van Adam Smith's boek gaat het over The Wealth of Nations, de welvaart van staten. Daar ging het om. En in functie daarvan werd dan beleid gevoerd. De meest bekende historische figuur in dat verband is de beroemde econoom en intellectueel William Paddy. Die in de jaren 1670, ik ga nog een beetje verder terug in de tijd, ik zit nu al in de 17e eeuw, William Paddy introduceerde de term politieke rekenkunde. En dat sloeg op een vorm van bestuur op basis van cijfers. Bevolkingsaantallen, levensverwachting, productie, invoer en uitvoer enzovoort. Maar vanaf het begin lag de nadruk sterk op demografische gegevens. En op manieren om de bevolkingsgroei te schatten op basis van onder meer het aantal sterfgevallen. Paddy werkte bijvoorbeeld samen met een Engelse arts en anatoom, John Grant. En John Grant die trachtte een systeem te ontwikkelen aan de hand van sterftepatronen om uitbraken van de builenpest te voorspellen en te monitoren. Dus dat lijkt allemaal weer heel erg op vooruitgang, waar je heel moeilijk tegen kan zijn, maar want uiteraard is de gezondheid van de gemiddelde mens, want daar gaat het dan om, het gaat dan om de gezondheid en de productiviteit van de gemiddelde mens, dat valt natuurlijk samen met de gezondheid van de staat. Hoe gezonder de staat, hoe welvarender de staat, hoe gezonder het individu en hoe gezonder op het gemiddelde individu dan en hoe welvarender het gemiddelde individu. Dus dat valt helemaal samen. En dat lijkt dan onvermijdelijk en dat lijkt dan iets waar je niet tegen kan zijn. Maar dat is eigenlijk net het punt. Ja, er is daar een soort logica ontstaan waaraan als het ware niet meer te ontsnappen valt.
persoonlijke belangen gaan helemaal samenvallen met de belangen van het beleid en met wat de wetenschap wil. Wetenschap, beleid en menselijk verlangen zijn daar in de geschiedenis helemaal met elkaar verknoopt geraakt. Dus eigenlijk verklaart deze geschiedenis waarom we in de crisis consequent de kwantiteit van het leven boven de kwaliteit zijn gaan plaatsen. En het biologische boven het mentale. Dat wordt door deze geschiedenis in mijn ogen verklaard. Het biopolitieke besturen. En het verklaart ook waarom het zo moeilijk is om je aan die logica te onttrekken. Je wordt eigenlijk een beetje... als je je daar buiten plaatst, word je irrationeel verklaard. Hè? Je hebt je verstand verloren als je er tegenin gaat. Dat is een beetje wat in mijn ogen veel tegenstanders van lockdownbeleid is overkomen. En mensen die weigeren zich te vaccineren, zijn hetzelfde lot beschoren. Hè? Je plaatst je eigenlijk buiten het kader van wat denkbaar wordt geacht. Maar het punt is natuurlijk dat wat denkbaar wordt geacht in toenemende mate wordt bepaald door een bepaald soort wetenschap. De medische wetenschap. En een bepaald soort medische wetenschap. En ook dat is niet vanzelfsprekend. Het denken over leven en dood is lang, eeuwenlang bepaald geweest door religieuze denkbeelden. Lijden en ziekte, dat lag in Gods handen. Maar dat kan vandaag natuurlijk niet meer. De mensen die het in 2020 hebben aangedurfd om nog maar te zeggen dat we misschien wat meer het noodlot moeten aanvaarden, die zijn in de lage landen om te beginnen op één hand te tellen. En ze zijn systematisch heel hard teruggefloten. En ze zijn teruggefloten met argumenten waarin het morele en het wetenschappelijke eigenlijk helemaal samenvallen. En we denken dan graag dat wetenschap een neutrale, objectieve kracht is, maar dat is natuurlijk niet het geval. Wetenschap stuurt het beleid onvermijdelijk in een bepaalde richting. Dat we het virus moeten platslaan, volgt uit een specifiek soort wetenschap, de wetenschap gericht op de biologische mens als soort. En je kan je afvragen in hoeverre de wetenschap dan historisch bekeken überhaupt een bevrijdende kracht is geweest. Want dat is wat we meestal denken. We denken al gauw dat wetenschappelijke inzichten ons van de verlichting af hebben bevrijd. Wetenschap heeft ons bevrijd uit de kluisters van het absolutisme, uit de handen van het religieuze denken enzovoort. De 19e eeuw die zien we als de eeuw waarin liberalisme en vrijheid hebben gezegevierd. Maar uit het perspectief van Foucault verandert dat beeld helemaal. Foucault zag geen individuele vrijheid ontstaan, maar een bestuursvorm waarin het individu in toenemende mate wordt bestuurd van op afstand. Via experts en via de organen waarin dokters en hygiënisten en epidemiologen enzovoort zetelen en die als vehikel dienen om de denkkaders van die experts op te leggen aan zowel politieke actoren als individuen. Want politieke beslissingen vloeien steeds meer automatisch voort uit wetenschappelijke inzichten, uit statistische gegevens enzovoort. En wetenschap gaat steeds meer bepalen wat goed voor ons is. Wetenschap gaat als het ware in onze plaats denken, tot op het meest intieme niveau, namelijk het niveau van hoe we ons verhouden tot de dood en op het niveau van wat we bereid zijn om op te geven om nog wat langer te leven. Tot op dat niveau gaat de wetenschap eigenlijk voor een groot stuk in onze plaats denken. Wetenschap bepaalt ons denken en onze verlangens veel meer, denk ik, dan we ons bewust zijn. En iemand die dat heel goed begrepen was, zie je hier links afgebeeld, is Ivan Illich. Illich is een beetje een vergeten denker, maar hij was wel alleszins letterlijk een vrijheidsstrijder. Hij kwam in Mexico op voor de bezitslozen in de jaren 70. En hij zette zich daarin in de strijd tegen het Amerikaanse imperialisme. Dus hij streed voor vrijheid, maar Illich was ook kritisch tegelijkertijd ten opzichte van moderne instellingen die wij juist met vrijheid associëren, zoals scholen. Scholen beloven emancipatie, in zekere zin, emancipatie en sociale mobiliteit. Maar volgens Illich produceren scholen juist het tegenovergestelde.
volgens Illich emanciperen scholen niet, maar leren ze leerlingen dat ze hun plaats moeten kennen. En kouwen ze voor wat leerlingen moeten denken. En wat bij gevolg ook volwassenen zullen denken. En in dezelfde geest argumenteert Illich in het boek Medical Nemesis, dat is vertaald in 1976 als Grenzen aan de geneeskunde. Illich argumenteert in het boek Grenzen aan de geneeskunde dat medische instellingen een doel op zich geworden zijn, in de jaren 70 al. Meer nog, de geïnstitutionaliseerde zorg zou steeds vaker zelf aan de basis liggen van aandoeningen, volgens Illich. Ze zouden namelijk het genezend vermogen van mensen eigenlijk ondergraven. Ze zouden ons de persoonlijke kennis over wat te doen bij ziekte juist ontnemen. Ze zouden ons afleren hoe we zelf het lijden kunnen verzachten en hoe we in het geval van ziekte en lijden voor elkaar kunnen zorgen. Dat zouden medische instellingen ons uiteindelijk afleren, volgens Illich. En Illich spreekt daarom van de tirannie van de deskundigen, bijvoorbeeld. En van, hij heeft het over de nieuwe priesterstand van de professionals. De professionals die de priesters vervangen. En met betrekking tot wat instellingen uiteindelijk doen, heeft hij het over de hegemonie van de aangepraatte behoeften. Aangepraatte behoeften. En daarmee zijn we weer bij de bredere maatschappelijke context aanbeland. En de derde en laatste stap in mijn verhaal. Wat er veranderd is sinds de jaren 1950 en 1960, is dat de impact van wetenschappelijke medische instellingen en zorginstellingen vandaag zo groot is geworden dat er aan hun logica blijkbaar niet meer te ontsnappen valt. Voor een goed begrip, ik betwist uiteraard niet de goede bedoelingen achter die instellingen. En zeker niet van de mensen die erin werken. Maar ze maken niettemin deel uit van een breder scala aan instellingen die ervoor zorgen dat we op een steeds bureaucratischer en steeds technocratischer manier worden bestuurd. En zo mogelijk nog erger, ze zorgen ervoor dat we ook zelf ons eigen leven op een steeds meer bureaucratische en technocratische manier gaan inrichten. We zijn medeplichtig. Bijna ongemerkt zijn er sinds eind jaren 1960 steeds meer experts en instellingen gecreëerd om ons voor te bereiden op een pandemie. Elk land heeft zijn eigen preventieorganen geïnstalleerd en uitgebouwd. Wij in België waren we al een tijdje vertrouwd met het begrip griepcommissaris. Op het niveau van de Wereldgezondheidsorganisaties zijn er draaiboeken en protocollen en die worden steeds gesofisticeerder, als het ware, elk jaar. En eens zo'n instrumenten bestaan, ontstaat natuurlijk onvermijdelijk een bepaalde dynamiek. Je kan van door de overheid aangestelde griepcommissarissen niet verwachten dat ze ons adviseren om niks te doen en rustig achterover te leunen als er een virus op ons afkomt. Het reden van bestaan van zo'n experts en hun instellingen, hun reden van bestaan is ons alarmeren natuurlijk en ons proberen redden van die virus. Dus mijn kritiek richt zich daarom niet op individuen of op bepaalde ideologieën, maar wel op die wildgroei aan bureaucratische en technocratische mechanismen. Waar we overigens op alle terreinen in ons bestaan mee te maken krijgen. Ook in het onderwijs zien we bijvoorbeeld steeds meer en steeds ingrijpender monitoringsmechanismen en controlemechanismen. Kinderen worden van in de kleuterschool gemonitord op hun leesvaardigheden, op hun rekenvaardigheden, op hun motorische vaardigheden, op hun sociale vaardigheden. En dat werkt ook allemaal met curves en percentielen en medianen en gemiddelden. En het dient net zo goed om voor te bereiden op later. Zelfs hun hobby's dienen daar tegenwoordig voor. En als er iemand afwijkt van de curve, dan hebben we daar experts en therapieën voor om bij te sturen. Dus ook op dat terrein, denk ik, voltrekt zich dat proces. Controle is een soort obsessie geworden in onze tijd. Sociologen als Ulrich Beck en Anthony Giddens hebben dit toegeschreven aan de toenemende behoefte in onze maatschappij om met risico om te gaan en om risico uit te sluiten. Volgens Beck
Giddens en ook nog anderen, zijn we in toenemende mate bezig met het beheer van risico's. En we proberen volgens die sociologen steeds meer greep te krijgen op de toekomst. We doen dat onder meer met kansberekeningen. Dat is eigenlijk waar de simulaties van die biostatistici letterlijk voor dienden. Die kansberekeningen dienden om de wereld voorspelbaar te maken en om controle te verwerven over de toekomst. En het paradoxale is natuurlijk dat we de regie over ons eigen leven daarmee steeds meer uit handen geven. We denken controle te verwerven, maar eigenlijk geven we de regie uit handen. Ons gedrag en zelfs ons denken worden steeds meer bepaald door instellingen en technocratische mechanismen. Mechanismen die weliswaar onze welvaart en ons welzijn als doel hebben, maar die niettemin ons doen en laten en op indringende wijze gaan sturen. En voor mij wordt het allemaal heel goed samengevat, ik kom stilaan aan de conclusie, heel goed samengevat in het werk van Michael Hart en Antonio Negri over de recente ontwikkelingen in de globale wereldorde. Je ziet links een boekcover van die twee denkers. Hart en Negri beschrijven de recente opkomst van een wereldsysteem dat iedereen in zijn greep heeft, hoewel er eigenlijk niemand nog aan het stuur zit. Je kan niet meer aanwijzen wie nu eigenlijk verantwoordelijk is. Ze noemen dat systeem Empire, zoals je hier op de cover ziet. Dat is een geheel van politieke en economische instellingen en structuren dat in het gehele maatschappelijke leven doordringt tot op het meest intieme niveau van het menselijke bestaan, maar dat niet ter verantwoording kan worden geroepen en waarvan de logica onontkoombaar lijkt en niet ter discussie kan worden gezet. En de macht die ervan uitgaat, noemen Hart en Negri met een verwijzing naar Michel Foucault biomacht. Economische en politieke instellingen en mechanismen zorgen ervoor dat mensen geleidelijk aan veranderen in een soort machines, in anonieme factoren, in wat zij biopolitieke productie noemen. Ontmenselijking is het sleutelwoord hier. En op het eerste gezicht natuurlijk staat de zorgsector daar los van. Hart en Negri concentreren zich vooral op economische mechanismen. Die biopolitieke productiviteit slaat voor een groot stuk op economische mechanismen. Maar de zorgsector staat er natuurlijk niet helemaal los van. Ook zorginstellingen maken deel uit van een neoliberale bestuurslogica. Ze werken net zo goed met targets en ze herleiden de mens net zo goed tot een amalgaam van cijfers. De zorg die ze verlenen is ook net zo goed gebaseerd op procedures en protocollen die op een heel bureaucratische manier moeten worden gemonitord. Iedereen die al met een ziekenhuis in aanraking is gekomen de laatste jaren, heeft dit al voor een stuk mogen ervaren, denk ik. Dus het is absoluut noodzakelijk in mijn ogen om ook de macht die in die instellingen besloten ligt te bevragen, kritisch te bekijken en kritisch te evalueren. Want ze zorgen niet alleen voor ons welzijn, maar ze definiëren ook steeds meer en meer in onze plaats wat ons welzijn is, wat ziekte en gezondheid betekent en hoe we moeten leven om dat te bereiken. En dat is ook zo'n beetje mijn conclusie. Ik heb nog een grafiekje meegebracht om af te sluiten. Ik hoop dat COVID-19, dat is mijn hoop, dat de geschiedenisboeken in zal gaan als een soort reality check. Als een moment waarop het besef is gegroeid dat er grenzen zijn aan ons meesterschap over de natuur en over ziekte en dood. Want we zijn vooral op grenzen gestoten, denk ik. In de inleiding is het ook al een beetje gezegd. Grenzen aan het menselijke vermogen om de natuur te beheersen. En ik ga om te eindigen dan nog eens illustreren met cijfers. Sinds de jaren 1950 is de levensverwachting nog met 10 jaar toegenomen. Sinds de jaren 1950 worden we gemiddeld 10 jaar ouder. Van 70 tot 80 jaar, grosso modo. En de bruto sterfte, het aantal overlijdens per 1000 inwoners, zoals ik in het begin heb gezegd, sinds de jaren 1970 stelselmatig afgenomen, zoals je hier op de grafiek ziet. Van meer dan 12 overlijdens per jaar per 1000 tot minder dan 10 in de jaren voor 2020.
En in 2020 is dat teruggestegen tot het niveau van de midden de jaren 80. Dat zie je ook op de grafiek. We zijn teruggegaan naar een situatie van midden jaren 80 voor één jaar in 2020. En misschien een stukje ook voor 2021, dat kunnen we nu nog niet zeggen. Je ziet dat op een grafiek die komt van de website van Stadbel en die dus de evolutie van bruto sterfte geeft voor de voorbije decennia. Wat de grafiek echter niet laat zien, is dat precies de winst in levensverwachting van de voorbije decennia, dus die winst van 10 jaar, dat die zich nu tegen ons keert. Hè? Want 80% van de overlijdens liggen helemaal in die categorie van mensen natuurlijk, die sinds de jaren 50 zo sterk is toegenomen, namelijk de 70-plussers. Dus de medische successen van de voorbije decennia zijn nu een beetje als een boemerang tegen ons teruggekeerd. Vandaar mijn idee, we zijn misschien op grenzen gestoten en misschien moeten we dat ook erkennen, dat er grenzen zijn aan die vooruitgang. Want het probleem is dat we die noodlottigheid, dat we het noodlot tot voor enkele decennia blijkbaar wel nog aanvaarden en nu niet meer. En dat heeft veel te maken met de toegenomen medicalisering van onze maatschappij en de daarmee samenhangende toegenomen hang naar controle. Wat we te weinig beseffen, is dat die hang naar controle in werkelijkheid ons controleert. Hoe meer we controle willen verwerven, hoe meer we zelf worden gecontroleerd door de instellingen die we daarvoor in het leven roepen. Dus het is hoog tijd in mijn ogen om na te denken over manieren om ons daaraan te onttrekken. Hoe kunnen we zelf als mens, als sociaal en mentaal wezen, hoe kunnen we terug een beetje meer de regie over het eigen lichaam en over het eigen leven in handen nemen? Ik heb daar een aantal ideeën over, die in de discussie misschien nog aan bod kunnen komen, maar ik denk dat mijn tijd er nu zo ongeveer op zit, dus ik ga het hierbij laten nu. En jullie alvast hartelijk danken voor de aandacht en voor de gelegenheid om mijn verhaal te mogen doen. Dank u. Wel, ik ga nog een keer terug naar het feit dat er geen oversterfte is, blijkbaar. En dat de lockdown daardoor zinloos is. En... Ja, dat er geen oversterfte is, dat klopt niet, denk ik. Want er is wel degelijk, zoals ik mijn eerste grafiek heb laten zien, in 2020 is er wel degelijk echt een oversterfte geweest van minstens 17.000 mensen. Dus ik hoor niet bij de mensen die zeggen dat het vergelijkbaar is met een seizoensgriep of zo. Dat klopt niet, denk ik. Hè? Want de oversterfte is er wel degelijk. De vraag is, zoals ik daarnet gezegd heb, de vraag blijft voor mij, was het van die aard dat we inderdaad het hele sociale leven zomaar kunnen opschorten, dat we de meest fundamentele vrijheden kunnen opschorten. Daar blijft voor mij het antwoord nee. Ik denk dat niet rechtvaardigt om dat te doen. Maar je kan niet zeggen dat er geen oversterfte was, denk ik. Want dat kan je niet langs, denk ik. Enfin, goed. Ik denk, als u het goed vindt, het is ruim over tijd. Hè? Ja. In elk geval, iedereen erg bedankt voor dit gesprek. En de presentatie van Bert, waar rond dit gesprek mogelijk was. Heel erg bedankt, Bert. En allemaal een goede nacht. Hartelijk dank allemaal. Bye.